met de parlementariër Reshma Mangre van de VHP, tevens als BVL-voorzitter, spraken wij over een aantal brandende issues, het onderwijs rakende. Zo spraken wij met haar over de op handen zijnde protest vanuit verschillende studentenorganisaties. We spraken verder met haar over het mutatiebeleid van het ministerie van Onderwijs en tal van andere zaken. U hoort parlementariër, tevens als BVL-voorzitter, Reshma Mangre in gesprek met TBN PRIMEALERT. Ondersteunt u de aangekondigde acties van de studenten? We hebben alle begrip voor de acties van de studenten. We weten wat ze allemaal meemaken. We voelen het ook in onze zak. En alle begrip voor de studenten. Maar belangrijk is om te kijken, wat heeft ertoe geleid dat deze studenten die acties aankondigen? U weet dat de regering Santokki-Brunswijk een enorme ravage heeft overgenomen. Om te beginnen bijvoorbeeld, een heleboel studenten hebben nu geen studiefinanciering gehad van NOB. Dat geld is gewoon opgemaakt door de vorige regering. Dus nu kunnen studenten zeggen, we hebben geen studiefinanciering. Deze regering doet haar uiterste best om toch te kijken hoe ze aan die gelden kunnen komen om die studenten toch te helpen. Maar dat geld is opgemaakt. En zelfs de directeur van NOB was de laan uitgestuurd. Alleen vanwege het feit dat ze een aantal dingen daar had geconstateerd die niet door de beugel konden. Zo ook met een heleboel andere schulden die we nu hebben. Dus dit land zit in een enorm diep dal. En we weten dat de regering haar uiterste best doet om dit land uit de crisis te halen. En de regering heeft ook gevraagd, een stukje geduld. Meneer Santokki, de president, heeft zelf gezegd, het gaat nog 3 tot 4 maanden duren en dan kunnen we een beetje gaan ademhalen. Dus ik begrijp het, is niet dat ik het niet begrijp, alle begrip. Het gaat ook voor de leerkrachten, zij voelen het ook in hun zak. Benzine is omhoog gegaan, maar ook de kosten van online studeren, we begrijpen de studenten. Dus we vragen begrip voor de studenten. Dat gat is enorm dat we hebben aangetroffen. De regering is bezig om te kijken hoe kunnen we zo snel mogelijk dat gat dichten. Maar ook zo snel mogelijk ervoor te zorgen dat armoede tot het verleden gaat behoren. En dat gaat niet in een wip en een zucht. U begrijpt dat 10 jaren lang als mensen geld hebben verspild, verbrast, dat kun je niet in 1 keer zo dichten, dat gat. Dus u moet zelf nagaan, sparen duurt altijd jaren. Maar verbrassen is binnen een wip en een zucht. Dus ik vraag geduld ook, zowel van leerkrachten en studenten. Ik heb ook bij de regering aangegeven, de leerkrachten kunnen het niet meer volhouden. We hebben alle begrip, de regering is in overleg met de vakbonden. En we denken, we hebben alle vertrouwen in de regering Santokki-Brunswijk dat het goed komt. Dus ook voor de studenten zeg ik, het geldt niet alleen voor de studenten, maar het geldt voor een ieder. Voor een ieder. De schuld die de vorige regering heeft achtergelaten, wij allemaal worden dagelijks het slachtoffer van. Als u naar de winkel gaat, de prijzen zijn duur. Als u aan de pomp gaat, de prijzen zijn duur. Maar dat is niet gecreëerd door deze regering. Het is gecreëerd door de vorige regering. En deze regering moet nu genoodzaakt. Het is niet omdat we het voor onze plezier doen. We zijn genoodzaakt deze maatregelen te treffen om de economie weer gezond te maken, zodat het weer leefbaar wordt, dat armoede tot het verleden gaat behoren. Zijn mutaties weer een issue? Ja, dus vanmorgen nog, leerkrachten hebben ook gebeld naar de media, omdat dit nou gewoon de druppel is die de emmer doet overlopen. We hebben al zeker 10 jaren lang, meneer Ganesh, zijn we het slachtoffer geweest van mutatie dat gebruikt wordt als een strafmiddel. Van ons wordt verwacht dat we kritische burgers opleiden. Dat we kinderen assertief maken. Maar wanneer leerkrachten assertief zijn, dan worden ze de laan uitgestuurd. Dan worden ze met ontslag gestuurd. Recentelijk nog is er een heer, meneer Marzet, gekomen in de media. Om te zeggen dat van het ene op het andere moment die man ontslag kreeg. In deze dure tijd gaat iemand met ontslag gestuurd worden. How is it possible? Anno 2020 lijkt het alsof we nog in een katibo zijn, dat leerkrachten nog als slaven worden behandeld. Ik heb nu een geval. Betrokkenen is werkt op OS Flu 2. U begrijpt waar, in de buurt van AZ, Kwartaweg. Nou, zij zou rechtmatig
in aanmerking moeten komen om onderhoofd te worden. Omdat voor onderhoofd wordt vereist de persoon met de hoogste bevoegdheid, aantal dienstjaren op die school. Nou, ik weet niet wat er is gebeurd. Er is nu een waarnemend schoolhoofd daar zo. En waarnemend schoolhoofd vindt dat ze haar eigen persoon daar kan zetten als onderhoofd. Zo werkt het niet. Er zijn regels. En mensen moeten zich houden aan regels. Maar wat bleek? Dat ze steeds weer gebekt worden door een hoofd-BBO. En met, zeker met mevrouw Hewitt en mevrouw Lens die daar zit, hebben we vorige periode ontzettend veel problemen gehad. Het lijkt alsof zij daar de baas zijn en doen en laten wat ze hebben willen. Dit moet nou uiteindelijk opgelost worden. Wij gaan dit absoluut niet accepteren. En dan worden ze beschermd, schoolhoofden worden beschermd. Die dame wordt nu gebeld van het ene op het andere moment, vandaag 15, 16 oktober, nee, we leven op 20 oktober, midden van de maand wordt je gebeld, dat je helemaal van Kwata wordt gemuteerd naar Kwarasang. Of naar Sanderé. Wat gebeurt er hier? En dan moeten we dat accepteren? Ze heeft nog gezegd, voorzitter, het kost me alleen maar 100 SRD tot 150 SRD om elke dag van Kwata naar Kwarasang te gaan. Of naar Sanderé te gaan. In plaats dat we die problemen oplossen, maken we die problemen nog groter. En ik zeg, wanneer het deze vervangen moet worden, moeten we dat vervangen. Het kan niet zo zijn dat we dit elk jaar, jaar in en jaar uit moeten meemaken. Laten we een keertje schoon schip gaan houden. Dus, weet u, er is een ander hoofd daar, mevrouw Struiken. Die is voor speciaal onderwijs. U weet, leerkrachten moeten een speciale liefde hebben, passie hebben om met deze kinderen te kunnen werken die op een speciaal onderwijs zitten. Gewoon uit het niets, begin van het schooljaar, muteert ze een aantal leerkrachten. Van zuid naar noord, van noord naar west. Ik bedoel, wat gebeurt er? En dan durft die mevrouw ook nog te zeggen, de mensen die verlofdagen hebben, je hebt leerkrachten hebben 7 verlofdagen en zij bepaalt dat je verlofdagen nu naar 3 gaan. Waarmee zijn we in hemelsnaam bezig? Waarmee? Willen we het onderwijs op deze manier door laten gaan? Het lijkt alsof iedereen zijn vrije gang heeft dat iedereen doet wat hij daar hebben wil. En die problemen worden maar niet opgelost. Leerkrachten zijn vreselijk ontevreden. En ik blijf het herhalen. We can do great job of if we love what we are doing. Maar als je die leerkrachten demotiveert, nu moeten leerkrachten attesten inleveren vanwege het feit dat ze overspannen zijn. Straks ga je een burn-out hebben. Wie gaat die leerkrachten vervangen straks? Speciaal onderwijs is al een groep waarvoor je liefde moet hebben voor het vak. En geduld moet hebben met die kinderen. En dan ga je die leerkrachten ook nog zo bejegenen. Come on. Dit kunnen we niet pikken. En ik zeg, hetzelfde speelt zich af op de Gijsbertenschool. Daar hebben we ook een probleem met het schoolhoofd. Leerkrachten, vanaf vorig jaar willen leerkrachten daar het werk neerleggen. Gewoon omdat het schoolhoofd bekking krijgt van deze mevrouw Hewitt. En dat kan toch niet? Leerkrachten die jaren op die school lesgeven, moeten om één persoon mutaties aanvragen. Dat kan toch niet? Je gaat niet meer met plezier aan het werk. In deze tijd waar je denkt dat je alle koppen bij elkaar moet steken, dat je nog meer liefde aan elkaar moet geven. Het leven is zo betrekkelijk in deze COVID-situatie. Dan maken we elkaar het leven nog moeilijker. In plaats dat we die problemen oplossen. Gijsbertenschool is 1, Lyceum 1 is ook dat geval zo. We hebben ook gezien, mensen doen jarenlang hun moeite. Ze gaan verder studeren om in een naast hogere rang te komen. Om te kunnen klimmen op die maatschappelijke ladder. En wanneer het zover is, dan worden ze gemuteerd. Hetzelfde speelt ook op Lyceum 1 af. U weet, we hadden die zaak toen aanhangig gemaakt. Ik zeg, het is inderdaad een beleid van het ministerie om schoolhoofden, directeuren te benoemen. Maar geef de mensen die recht op hebben ook de kans om te groeien. En dan met alle problemen van dien, ook leerkrachten van docenten van het Lyceum 1 zijn vreselijk ontevreden. Vreselijk ontevreden, omdat het nog niet gaat zoals het moet gaan. En wat is het probleem? Dat communicatie. Communicatie en nogmaals communicatie. Maar dit van mutatie moet een keertje ophouden. We maken niet voor het eerst mee. Het gebeurt al tientallen jaren. En elke keer wanneer de leerkrachten hun mond openmaken, dan word je bedreigd met ontslag. Ik heb nu een aantal leerkrachten op de lijst die ontslag hebben gehad. Mensen die 10 en 15 jaar het onderwijs hebben gediend. Omdat je assertief bent, krijg je ontslag. Nee, laten we dat probleem oplossen. Laten we aan tafel gaan zitten. En kijken hoe we dat probleem oplossen.
leerkrachten worden gemuteerd wanneer ze willen. We waren met de voorzitter van het parlement naar OS Latour 1. Die mevrouw die daar les geeft, of schoolhoofd is, moet helemaal van Domburg komen om naar Latour 2 te komen. Terwijl je een Domburg, OS Domburg daar hebt. En de persoon die op Domburg schoolhoofd is, moet helemaal komen van Leiding. Kunnen we dit probleem niet in hemelsnaam oplossen? Er moet beleid komen op dit stuk. En laat het voor eens en voor altijd uit de wereld geholpen worden. En dit moet tot het verleden gaan behoren dat mutatie als strafmiddel wordt gebruikt. Het moment dat je je mond openmaakt, ga ik je direct muteren. Dan naar een district, dan naar het binnenland, dan naar west, dan naar zuid. Wanneer gaan we ophouden hiermee? Wanneer gaan we ophouden? Dus, meneer Ganesh, ik ben zeer gebelgd. Omdat ik elke dag huilende leerkrachten heb. Elke dag. Weet u wat het me aandoet, 7 uur 's morgens, wanneer ik mijn telefoon oppak? Elke dag heb ik 2 leerkrachten die me huilend bellen. Je haalt ze helemaal uit de apropos. Logistiek is niets in orde. We zijn niet tegen mutatie. Maar wat we zeggen, wanneer je mensen wil muteren, en ik kan me best wel voorstellen dat je zegt, je hebt kader daar nodig op school X, op school Y, op school Z. Maar meld me van tevoren. Dan ben ik er mentaal op voorbereid. Maar je kan me niet nu, 20 oktober, zeggen ik moet naar Kwarasang gaan. Nee, laten we elkaar met respect bejegenen. En vandaar dat ik op de dag van Wereldlerarendag heb gezegd. We moeten het beroep gaan herwaarderen. Want het lijkt alsof we net objecten zijn. Vandaag ga ik naar A, school B. Morgen gaat het niet goed naar C. Dan overmorgen naar D. Maar dan gaan we ophouden met dat soort dingen. Wifi is ook zo'n probleem. We hebben gezegd online lessen op school. En daarom vecht ik voor free wifi in all schools. De meeste scholen hebben wifi. Maar weet je wat er gebeurt? Alle directeuren houden de code voor zichzelf. Alle directeuren houden de... Waarvoor is dat nodig? Waarvoor is dat nodig? Geen enkele leerkracht mag de code kennen. Leerlingen hebben de code niet. Hoe willen we online lessen gaan verzorgen? Wel, laten we gaan ophouden om mensen op posities te plaatsen waar mensen denken dat ze de baas zijn en kunnen maken en breken. Waarom moet je code hier voor jezelf houden? Het zou wat mooi zijn alsof alleen de voorzitter van DNA hier de wifi code zou hebben. Hoe wil je vooruitgang hebben in het onderwijs? Hoe wil je dat we online doen? Maar dan verwacht je wel van die leerkrachten dat ze elke dag 40 SRD uit hun zak moeten betalen om die kinderen wifi te geven, online lessen te verzorgen. Dan zijn er deze school, dezelfde schoolleiders, die je daar gaan pinnen erop. Want u heeft die lessen niet verzorgd. Maar wanneer je het op school moet geven, dan hou je die code voor jezelf. Ik denk bij mezelf, jongen. Anno 2020, dat mensen nog zo bekrompen zijn in hun denken. Nee, dit moet gaan ophouden. Dit moet echt gaan ophouden. Ik zeg, leerkrachten hebben misnoegen geuit. En ik zeg, dit is voor ons niet meer acceptabel. We willen deze problemen aankaarten en we verwachten dat er op korte termijn hierin wordt ingegrepen. Dat er acties worden ondernomen. En als diensthoofden moeten worden vervangen, dan moeten ze worden vervangen. Het kan niet zo zijn dat jaar in jaar uit, maand in maand uit, we met diezelfde problemen zitten. Elke keer moet ik alleen maar die problemen aanhoren. En er is geen oplossing. Debi Sahai, die school zei dit vorig jaar, zijn er problemen daar. Vanmorgen nog bellen leerkrachten, voorzitter, we horen niks van u. Ik zeg, ik zit niet in de uitvoering. Ik ben ook afhankelijk van mensen die in de uitvoering zitten. Maar dan lijkt het bijna alsof jij geen oplossing wilt bedenken. Maar weet u hoe lang ik al bezig ben te praten? En ik kan niet blijven praten, ik ben al moe van het praten. Dus ik hoop, meneer Ganesh, dat er wordt beseft dat we niet op deze voet verder kunnen gaan. Dat leerkrachten, van hun wordt alles verwacht. Iedereen die haar of zijn kind naar school stuurt, wil het allerbeste van die leerkracht hebben. Bijna moeten we een 1000-poot zijn. Iedereen wil dat je liefde moet geven, dat je aandacht aan dat kind moet geven, dat kind moet overgaan. We moeten zoveel geduld opbrengen, een dosis aan geduld moeten we hebben in deze COVID-tijd. En dan aan het eind, dan worden we net een slaaf behandeld. Dan worden we net grofvuil behandeld. Hetzelfde geldt ook voor de leerkrachten van het binnenland. Daar is het ook nog niet opgelost. Dus ik vind het wel fijn dat de minister heeft geluisterd. Ik heb in de openbare vergadering aangegeven dat het erg benauwd is. U ziet het zelf hoe benauwd het is. Laat staan die kleintjes daar die allemaal in een lokaal dak zitten zonder ventilatie, wat er met ze gebeurt. Kinderen komen met hoofdpijn thuis, anderen geven over. En ik ben blij dat de minister heeft geluisterd. En het is tenminste een minister dat luisterend oor heeft.
Maar ik zeg, de mensen om haar heen die het werk ook doen, die moeten geen barrières opwerpen. Die moeten echt geen barrières opwerpen. En we kennen ze, want we dealen al 10 jaar met die mensen. En het moet een keertje gaan ophouden.